word het, is ons doen vandag getrou. Ons doen getrou het en ons moet getrou op ons plek. Hey, ja, ek is so dood! Ek is dag met vergeet om al my goed te doen. Ja. Nee, maar alles daar van kalm. Die rest van die goed het ek nie goed doen. Ek moet vullig gedrukt doen. En nie met ek moest nie, maar werk het met jou. Ja, en ek moet my tanden op borsel. Maar sien, ek moet ek op een skuit deel. Ek moet ek het werk. Ek is toch wel ook tanden op borsel. Is Mare lekker? Is traag daar. Kijk. Ek traag. Kom ons maar op. Wat jy nie sien? Ok, so kom ons, wat doen ons hierdie goede door die aapel van doen? Talke. Ja. Gewoontes, man. Goeie gewoontes. Gewoontes, dit is seker, is orders van my man. Goeie gewoontes wat jy kies om te doen. Wat jou gesê met die. Jy moet alcohol in jou tandeborsel en jou gezoek pas en jou haare kam. Of maak dit pas. Of sit op die nieuw. Ons begin met tandeborsel met babbeling. Ja. So ons het elke dag geklomp goed ons doen, elke dag. Ja. Ja. Of dan. Sees te leven. Asma. Ja. Maar ons sê, ons moet goed van gewoontes, goeie gewoontes, jou ma sê. Jy moet jou tanden gaan borsel voor jou skool te gaan. En jou toe kost nog weer. Waarom jy skool te neem? Doe pak kost achter my. En jou kost per pak. En onthou jou kost. Ons alles gewoontes. Ons doen dit elke dag. Yes. So dit beteken, ons doen dit getrou elke dag. Getrou beteken, ek herhaal dit elke dag. Geen getrou? Nee. Wie? Dit is nie iets. Hoe heb jy nie getrou in die naweek? Cool. Ah. Getrouw, hy beteken, ek doen dit elke dag. So iemand trouw elke dag? Nee, ek kan ons... Dit is baie moeilijk. Fokus. Baie moeilijk. Getrouw, hy het ons besom met vrug van die gees. Ok, dit is die eeuw. Liefde. Dan moet jy ook uit ons. So, vrug van die gees na, dit staan in Galasiërs. 5, 22, 23. Ek raak altijd. Kom ons. 22, 25. Oké, so wat het vrede kan vertel? So die eerste ding is? Liefde. Liefde. Vrede, vriendelijkheid. Die drie heeft. Geduld. Wat is dat? Goedhartigheid. Meer een volgorde. Ek ken hier de volgorde. Vreugde. Vrede. Vriendelijkheid. Ek weet nie. Geduld. En dan vriendelijkheid. En dan getrouwheid. Dat is goedheid. Jy was heel kontrant, maar soos, oké, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid, selfbeheersing, iets wat ek nie het. Nee, ek ken nie goed nie, man. Ek ken nie volgorde nie. Wie sê, hoe kom jy sê dan? Dit is wat vir. Oké. Nu spreek. Oké, so, ons is dus een vrucht van die geest, ons is vandag getrouw het, niemand van tijd, dus ons gaan doen, goeie, goed, wat ek doen, elke dag, ek herhaal dit, daar herhaal het, jy doen het, getrouw, jou groente en vruchte, weet, ja, jy is een dag, so, jy is stijk, oh, stijk, so wat belangrijk is hier so, ons vir belangrijk, so, ons wil die vrucht van die geest doen, dat is een skinner van jyre, ons ons harte vir jyre gegeet, en jy dat al, ja, Een bere is voor ons gestaan van die kruisies. Yes. Ek kan daar nog eens in 16 en sê, sy liefde vir die wereld van haar, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So, ons wil ons beste vriendere. Yes. Ok, so getrouwheid is een van dit. Yes. Kan. So, dit beteken, ek doen goeie goed gereeld. Gereeld doen ek dit, doen ek dit getrouw. Omdat ek het herhaal en gereeld doen, doen ek het getrouw. Meer dan het getrouw nie. Goed. Nou. Dit is ons mind. Ok, so, ons het altijd getrouw begin eers ons harte. Yes. En dan gaan het oor na ons hande en ons gezichte. En voete, wat jy moet loop te lang. Oh, ek is zwaar met dit. Oké, goed, getrouw. Nou, vers.
getrou te wees toe die Here teken, ek gaan gereeld Bybel lees en bid en jy sal groei en kerk toe gaan. Oh, ek kan jou op die oomblikie, maar as jy kan. Dit is depressing. Maar ons kan nie. Ja, so baie. Ek wil bid elke dag, bid elke dag, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. En as jy getrou. Yeah. Ai, getrouheid. Oké, so. Sorry, dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Oké, okay, so getrouwd is, ons getrouw, Bijbel, en de Heere. Dank je. Wat een bang storm, dat is een beetje stof. So, als ik een verhaal wil in de Heere, geheel met hoe gesels, en meer mee van hoe, en in de Bijbel. So, dus dat moet ik elke dag doen. De lange dag. Goed, hak het op. Getrouwd, die door mensen, is die twee Heere. Wacht, eens. Wys julle liefde vir hom, na, julle allemaal wat die guns van die Here geniet, as julle vir ons, hy was ons guns, na, die Here beskerm die wat aan hom getrou is. Nice. So getrou, of ons getrou aan hom, die ander is dit, en die hy beskerm ons, hy is met ons. Ok, so daar is wat. Ok, vir julle geneen. Voor het vers, volgende. Ja, vir ons het vers lees, hoe is het getrou in die mense? Nou, dit beteken, ek gaan probeer elke dag, die ander goede, vriendelijkheid te wees, mense te help, as te help, ons nog doen getal elke nederig wees, geduldig wees met allemaal. Dit is al die acties wat wees, ek soek van die liefde wees, gaan ek elke dag doen en wees. Liefde. Want onthou nie, dit wat ek doen, gaan in die hemel bevat nie. Ja. Maar mense moet wel kan sien, ek is ek in van Jesus. Ja, maar nie dit nie, as hy Jesus aangeneem het, die het een verhouding, dan gaan het nie natuurlijk van die man opkom. Dus hy wil gaan, en Jesus stel ons die voorbeeld, hy is baie lief die mense gewees, en hy het hulle gezond gemaakt en hy het verhaal. So ons dit ook doen, so ons dit als wil probeer, om dit elke dag te doen, so ons gaan getrouw wees door ons naaste mense. Yes. Ons naaste kan eindelijk met allemaal mama te doen. Ja, en dan die man. Nie doen nie, so mama, makkelijk gedacht. Oké, so Jesus die vers op wat de langrijk is. Oh, belangrijk vers. Korinthense 3 vers 23 sê, dit sê, wat julle ook al doen, doen dit, doen dit van harte, soos dit vir die Here en nie vir mense nie. So dit gaan daar uit, ons moet dit doen, onthou, as ek gaan iets doen, ek gaan iemand help, of dit is ek is vriendelijk, of wat ek wil, om dit lief is vir die Here. Yes. Nie om dit so terug nie, of goed gelijk nie, maar om dit lief is vir die Here, gaan ek die goeders doen. En ek gaan dit elke dag te doen, elke dag, so ek gaan het getrouw doen. Yes. Soos jy met iemand anders te doen, is dit soos wat jy met vol doen. Ja, en jy wees vir hulle, Jesus die liefde, ons al mense, nader kan van die Here, nie, te ver nie. Ja. Ja. So, ons moet ons lichtjes laat skyn. Thank you. Is goed. Okay, bye.